Ik ben dus nu zaakvoerder van mijn eigen eenmansbedrijf. En ik heb het gevoel dat er ontslagen gaan vallen. Het is crisis voor iedereen, hè? Ik ben nog nooit buiten gekomen met de captain. Deze is mijn koning. Funky. Dat is altijd buiten komen zo'n verdomme fucking klootzakje. Dat is mijn liefde hier, hè? De mensen kennen dat wel, hè? Naar huis onder de douche, hoor, dat model moet weg, je moet weg. Dan droogt dat door. Terug in die kakmodel, dat vorige gesprekje. Waarom is dat er? Dat je zo wil echt wat je wilt, die doet toch nooit wat je wilt. Nu, de laatste keer dat ik geweest ben, dat ik heb er... Ik zit neer, ik zeg tegen zo, ja, ik mag een beetje af zo. Ik zit naar buiten, dat die lokken zo, met het zweet, dat zo tegen mijn kop hangt. Zo. Je gaat pakken een tondeus in zo. En ik snap niet door zo, ik zo... En dan zegt hij, zo weet. Welke opties zijn er nog? En dan die gloriemoment, dat is helemaal voor... Als je zo stoeft met de achterkant, met je spiegel. Wat vind je van de achterkant? Ik heb gedaan. Zo die envelop. Terwijl ik zie er altijd zo van, joh gast, maar de vuurtuin trekt op je kloten. Misschien kunnen de vuurtuin gelijk de achterkant om. Maar toch is er blijkbaar wel talent voor. Vrouw elektronisch, mannen met je. Vrouw in de liefde. De vulk, er moet de vulk zijn. De vulk. En de wind als het schort, het is goed. Deze kakken erop uw kop, hè, in de winkels. Zo vernederend. Van die regels, waar de maatschappij vol van zit, hè. Zo van die regel, als je een baan stond met je auto, dan zit je wettelijk verplicht om zo'n fluorescerend fashion op te doen. Oranje of geel. Ook overdag. Het is dus niet erg genoeg dat je een baan stond. Nee, iedereen moet dan ook duidelijk kunnen zien. Ik kom naar Rode, dat is kapot. Aangezien dat je het al hebt uitgepakt.